Yo guys, Gletsje hier met vandaag nog een nieuwe video met mijn facecam. En vandaag speel ik geen speltje, maar ik heb een speciaal update. En zoals je ziet op mijn kanaal zijn er een hoop video's weg. En voor degenen die denken van, Jesus, waarom de fuck heb je nu weer al je video's verwijderd? Want de Metal 2033 Let's Play en de Batman Let's Play was je achteraf gezien toch niet zo blij van, what the fuck. Dus daarom heb ik een nieuw logo, een nieuwe banner. Ik ga proberen om mijn kanaal aantrekkelijker te maken. Ik vind persoonlijk van mijn eigen dat ik geen slechte video's maak, maar ik vind ze ook niet super goed, begrijp je? Nee, dat bedoel ik niet. Ik vind mijn video's wel goed, maar ik vind mijn logo en mijn banner zien er niet zo aantrekkelijk uit. Samen met een thumbnail. Ik wil dat alles zo één geheel wordt, snap je? En dat heb ik niet het gevoel at the moment. Dus ja, ik heb mijn Star Battlefront video's op privé gezet. Batman Let's Play en de Meter Let's Play, zoals ik al zei. Ik weet dat er veel mensen zijn van, ja, facepalm weer al video's weg. Ze zijn niet allemaal weg. Het is gewoon mijn keus. Laat me, het is mijn kanaal. Dus ja. Nu, op mijn banner. Ik heb ook een nieuwe banner. Het is niet de beste banner ooit. Maar het past bij mijn logo. Dus dat is belangrijk. De vorige banner was mooi. Misschien zelfs mooier. Maar die paste niet echt met mijn logo. Of iets anders. Nu, ik krijg veel van deze comments. En ik wil gewoon zeggen, ik ga dit als kanaaltrailer instellen. Ik doe niet mee aan die bullshit. Dus als je op mijn kanaal bent voor zo'n dingen, ik doe hier niet aan mee. En als je dan nog altijd vraagt aan mij, krijg je ziektes. Echt waar. Het is echt erg. Dus ik had weer zo een discussie met een of andere gast. Ik heb hier heel veel dislikes op mijn vorige video. En ik geef niet om de dislikes, maar ik geef wel om de reden waarom het de dislikes zijn gegeven. Dus ik heb hier een gesprek met onze WSG Casper. Hier hebben we WSG Casper. En hij vraagt aan mij, nice feed, zou je mijn kanaal eens willen bekijken? Met andere woorden, mijn kanaal, fuck uw video en kijk op mijn kanaal. En ik was gewoon zo fucking pissed op die moment. Dus ik zei, nee. Ik zei al de fucking 2 miljoenste, ik weet niet, die dat vraagt. En ik bekijk niks. Dus ik bekijk ook gewoon echt niks. Vroeger, als mensen mij vragen, zou je mijn kanaal eens bekijken? Zei ik gewoon, ja, maar ik bekijk dat gewoon niet. Dan zegt hij tegen me, ah, koop een leven, je bent te lelijk voor deze wereld. Ja, dan vraag ik me wel af waarom hij zijn hoofd niet wil laten zien op YouTube. Dan zei ik terug, ja, jij ook, XXX. Dan zegt hij Gletscher K. Dan zei ik L. A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, K, L. Ah, goddy. Dan zegt hij, eigenlijk zet jij wel graaf. Sorry. Haha. Psych. Hij voelt zijn eigen gewoon veel te graaf. En ik zal eens een fragmentje van zijn stem laten horen. Nee, laten we eerst naar zijn zotte intro kijken. Oké, die zotte intro hebben we gehad. Laten we naar een andere video kijken. Ik ga dat niet de drone dingen doen. Nee, de drone staat er. Die droom zijn juist leuk. Nee, je kunt gaan. Hoor die zijn stem. Ga de weg naar boven, zodat je zo langs de luik naar beneden kunt gaan. Die gast is echt net geboren. Die is gewoon echt net geboren. En kijk zijn abonnees. Hij heeft twee troepvideo's. Ja, ik zeg het ook gewoon. Want hij zit mijn video met 12 accounts te disliken. Waar hij waarschijnlijk met 12 accounts op zijn eigen geabonneerd. Mooie intro. Ja, man. Dat is echt waar. Zullen we elkaar subben? Ja, is goed. Ja, dat is weer gewoon super subnoob. Ik voel me altijd zo'n slechte YouTuber als een super subber me inhaalt. Waarom vindt iedereen zo goed aan deze 3D-intro? Het is toch gewoon een ziekte, deze intro, eerlijk. Ik steek keiveel moeite in mijn video's. Die upload een domme intro en die heeft 32 likes. Anyway, het zal aan mij liggen, denk ik. Okay, anyway, dus ik wil zo'n comments niet meer op mijn video. En als ik nog zo'n comment terug zie, dan moet je een raam zoeken, eruit springen en nooit meer tot leven komen. Oké. Nu, elke weekdag in de vakantie komt er een video en maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ga ik elke dag zeg maar een vaste let's play uploaden. Dus elke dag gaat er een vaste let's play komen. En op woensdag ga ik altijd een straw poll aanmaken en dan mogen mensen kiezen wat ik ga uploaden.
Ik weet niet dat het mij gaat lukken, want het zal af en toe wel eens een dagje zijn dat ik niet upload. Maar het gaat sowieso niet lukken om mij elke dag te uploaden. Maar ik ga het echt al proberen. En ja, zaterdag en zondag ga ik geen video's uploaden. Dan ga ik aan de video's werken die dan de week komen. Oké, dat is regen. Het begint te regenen. Het ging ook blijkbaar heel hard onweer vandaag. Ja, maakt niet uit. Morgen komt er ook een CSGO Overwatch video. Stay tuned for that. En dan zie ik jullie bij de nieuwe video's. En ik zeg... Iceberg power.